Hoi, wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Nou, dit filmpje komt iets later als de bedoeling was. Eigenlijk had dat op woensdagochtend al moeten komen, maar door ziekte is het me niet eerder gelukt het breien te filmen. Maar ik ga nu mijn best doen om het er toch op te krijgen. Kan zijn dat mijn stem wat anders klinkt. Ja, sorry daarvoor. We gaan een hele leuke steek doen, namelijk de geplooide boordsteek. Nou, het is een steek die er heel leuk uitziet. Een soort van blokjespatroon. Maar hij is niet ingewikkeld om te maken. En het is een variant op de boordsteek. En deze steek kan ook heel erg leuk zijn om gewoon halverwege in de trui bijvoorbeeld te gebruiken. Nou, gaat prompt mijn draadje in de knoop, zul je altijd zien. Nou, knippen we gewoon even af. Verkeerde kant. Dit. Nou, we gaan aan de slag. Als je wat geluiden op de achtergrond hoort, dat kan kloppen. Mijn pup boy of Finn die denkt, ik ga even aandacht vragen, want baasje is aan het filmen. Dus die zit inmiddels achter me op de stoel. We gaan starten met het breien van 2 steken recht. Dan 2 steken afrecht. En weer 2 steken recht. Nou, dan gaan we de hele toer doen. Dus 2 recht, 2 afrecht. Wel op blijven letten. 2 recht, 2 afrecht. Nou, dit patroon bestaat uit een meervoud van 2. Dus we gaan aan het eind eventjes 1 steek minderen. Aangezien we met 75 steken werken. En deze steek kan je ook weer allerlei leuke varianten op doen door de blokjes meer toeren of minder toeren te doen. En dan krijg je weer een leuk effect. Dus steeds 2 recht, 2 afrecht. Twee recht, twee afrecht. Nou, toen ik begon met filmen lagen de hondjes heerlijk te slapen. Inmiddels zijn ze lekker aan het stoeien. Ik hoop dat het niet te veel afleidt van het filmpje. Maar deze toer is vrij makkelijk. Ja, dat zijn ze straks de hele tijd. Want het gaat steeds een herhaling worden. 2 recht, 2 afrecht. Twee afrecht. En als laatste 2 recht, waarvan we de laatste steek samen recht breien. Hopsakee. Dus we hebben de hele toer 2 recht, 2 afrecht gebreid. Nou, dan gaan we nog precies hetzelfde terug doen. Ja, bijna precies hetzelfde. We zijn met recht geëindigd. 2 rechte steken. Dus we gaan nu terug. Gaan we met 2 afrecht starten. En daardoor krijg je eigenlijk allemaal hele smalle baantjes tricotsteek.
Dus we starten met averecht. Dus 2 averecht, 2 recht, 2 averecht. En dat gaan we weer de hele toer doen. De hele toer 2 recht, 2 averecht. Nou, en het handige is nu dat je in de voorgaande toeren ook kan zien wat je moet doen. Want hier zie je de 2 bobbeltjes naar voren. Dat betekent dat we er 2 averecht gaan breien. Hier zie je de 2 verticale, dus dan gaan we recht breien. Nou, deze toeren gaan we nog 3 keer herhalen. Dus dan heb je in totaal 8 toeren gebreid. En dan ga ik weer bij je terugkomen, want dan gaan we ze laten verspringen. Dus we gaan zo de volgende toer weer starten met 2 recht en vervolgens 2 averecht. En dat blijven de hele toer herhalen. En de teruggaande toer starten we met averecht. En dan 2 recht. Dus 2 averecht, 2 recht. In totaal tot je 8 toeren oranje gebreid hebt. En dan kom ik weer bij je terug. Hij ziet er tot nu toe zo uit. Tot zo! Ik heb 8 toeren gebreid, zoals je ziet. En we gaan nu met het vervolg verder. En dat is dat we 2 hele toeren gewoon tricot gaan breien. Dus de heentoer recht en de terugtoer averecht. Dus we gaan gewoon de hele toer recht breien. Dan krijg je ook het leuke effect strakjes als we de blokjes versprongen gaan maken. Dus de hele toer recht. De hele toer recht. Wel een beetje saai zo om te zien op de film, maar je kan hem natuurlijk altijd weer doorspoelen.
Nou, en de hele teruggaande toer gaan we averecht maken. Dat was de eerste toer. Nu gaan we hem averecht breien. We keren het werk dus om. En gaan de hele toer averecht breien. En ik brei continentaal. Dat vind ik zelf de prettigste manier van breien. In mijn eerste filmpjes leg ik het rustiger uit hoe elke steek werkt. Maar ik ga ervan uit dat je nu in ieder geval weet, als je mijn stekensjaal gebreid hebt, wat recht en wat averecht is. Dus daarom dat ik dat niet te uitgebreid meer laat zien. Dus de hele toer averecht. Helemaal averecht breien. En dan gaan we zo direct de blokjes laten verspringen. Dat vind ik zelf wel een heel leuk effect geven. En dat, daarvoor zijn deze twee toeren helemaal tricot nodig. Om dit leuke effect te krijgen. En je zou dit dus ook kunnen maken met 3 om 3. Dus 3 averecht, 3 recht. Of meer toeren of minder toeren. Van de 2 recht, 2 averecht. En daardoor krijg je weer allerlei leuke effecten. En de laatste steek. Nou, we hebben nu 2 toeren tricot gebreid. Nu gaan we dit laten verspringen. Daarstraks zijn we begonnen met 2 recht en dan 2 averecht. Nou, het verspringen doen we door nu 2 averecht en dan 2 recht te breien. En dat gaan we de hele toer doen. En de teruggaande toer doen we precies het omgekeerde. Dus dan starten we ook weer met 2 averecht. Waardoor de blokjes mooi afgewisseld worden. Dit gaan we ook weer 8 toeren doen. En dan komen er weer 2 toeren. Die we net gedaan hebben, dus een hele toer recht en dan een hele toer averecht. En nu zit ik niet op te letten. Hier moest ik alweer averecht. 2 hele toeren recht, of 1 hele toer recht, 1 hele toer averecht. En dan ga je nog een keer dit weer laten verspringen en dan begin je weer met 2 of 2 recht. Dus weer hetzelfde als het eerste blokje. En dan is deze strook weer lang genoeg. Je eindigt dan weer met 2 hele toeren tricot steek. Dus 1 toer recht, 1 toer averecht. Maar we gaan nu eerst 8 toeren op deze manier breien. Dus steeds 2 averecht, 2 recht, 2 averecht, 2 recht.
Steeds afwisselen. 2 averecht, 2 recht. En de averechten komen boven de blokjes die je er straks recht hebt gebreid. Kijk, dit zijn de blokjes van het recht breien. Dus daarboven komen de averechten nu. Nou, het einde van de toer. Ik start deze toer weer met 2 averecht. En dan weer 2 recht. Nou, dit doen we dus 8 toeren. Dan komt er 1 hele toer recht. Vervolgens een hele toer averecht. En dan ga je nog een keer het hele blokje van het eerste stuk doen. Dus dan begin je weer met 2 recht, 2 averecht. Ik kom weer bij je terug als het lapje af is. Dit is hem geworden. Nou, ik vind hem superleuk. Ik vind het effect heel leuk hiervan. Ja, ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Het eerste deel begon dus met 2 recht, dan 2 averechts. En de teruggaande toer 2 averechts starten en dan 2 recht. Dan 2 toeren tricot steek. Dus dat is de heengaande toer recht, de teruggaande toer averecht. En bij deze begonnen we met de averecht voor de heengaande toer en recht voor de teruggaande toer. Dan weer de recht, heen en terug averecht. En dan weer 2 om 2 recht averecht. Dit was hem. Ik hoop dat je wat hebt aan deze steek. Ik vond het weer leuk om voor jullie te maken. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!